Gaan we wat nieuws verzinnen. Ga nu even een brunch maken. Goedemorgen, het is maandag. We zijn bijna klaar. En Mila heeft een gekke bui vandaag. Voor Mila, wat zou zij niet praten? En Mila kwam tegen kietelen. Nou, niet helemaal. Ik had er één. Ik zag die arm gaan. Kijk hè. Ze heeft het wel zwaar hoor. Ik zie het. Het is heel fijn dat je tegen kietelen kan. Maar prikken vindt ze iets minder fijn. Kijk maar, waar was die nou? Waar had ik hem nou vorige keer gevonden? Nou, kan je daar nou vandaag tegen? Vorige keer niet. Gaan we wat nieuws verzinnen. Vechten! Nee, vechten. Is jouw eten nou op, want we moeten gaan. Ik moet nog maar één rijstkorrel. Nou, eet die één rijstkorrel yoghurt. Het is geen straf naar school lopen vandaag. Het is best lekker weer. En ik moet op gaan schieten. Want ik moet daar die meiden ook weer ophalen voor de lunch. En ik wil echt nog even wat dingetjes doen, want ik heb afgelopen week natuurlijk best wel weinig gedaan. Maar ook weer niet te veel. Wel gewoon relax. Dus ik ga nu even lekker in het zonnetje naar huis lopen. En dan eerst thee zetten en dan aan de slag. Wat ik aan heb trouwens vandaag, deze top van Warehouse. In de melk trek ik opeens heel erg, waarom weet ik niet. Broek, Levi's en weer die rode laarsjes van Tommy Hilfiger. Die altijd zwart lijken op beeld. Zo zie je het beter. Ze zijn vloers en echt heel rood. Bordeauxrood. Ik heb net het hele huis van onder naar boven gestofzuigd. Oh, en nu even een brunch maken. Het is eigenlijk niet een brunch wat ik altijd doe, want melk 's ochtends niet heel goed. Maar eten vooral als ik net wakker ben. Ja, net een banaantje of een appeltje of zo. Maar daarna wel hoe heb voor de lunch. Brunch ik eigenlijk dus meer. En ik vind dat ook wel fijn, want dan heb ik gegeten voordat die meiden er zijn. Dan heb ik altijd dan mijn handen vrij, dus dat vind ik altijd heel prettig. Ik heb trouwens weer geroosterd brood met ham en thee voor mezelf gemaakt. Onderweg naar school en wonderbaarlijk schijnt het zonnetje weer, want het is heel de tijd grauw geweest. Ik heb de lunch al een heel stuk klaargezet, want ik vind dat altijd zo schelen. Als die niet klaar staat, dan is het zo haasten. En dit is veel relaxer. Alleen voor Sarah wist ik wat ze wilde en voor Mila ook niet, dus dat moet ik dan zo nog vragen. Ik ben weer thuis en nu nog even snel een paar dingetjes doen en oh, iemand voor de deur. Serge stond net onverwachts voor de deur. Die was tussen werk en kinderen ophalen van school, had ze een momentje aan, goede zin. Dus die kwam hier gezellig even onverwachts een bakje doen en heel snel nog een paar dingetjes opgeruimd die er nog lagen na lunch. En nu mag ik ook al gelijk weer naar school, dus ik heb niet zo heel veel meer gedaan. Maar voor een goed doel. Het is altijd gezellig. Dus nu snel naar school. Dit lieve meisje is weer uit school. Nou, ondertussen moet ik... Ja, ik zit even aan Sinterklaasliedjes te luisteren. Ik moet even een lijstje maken over wat ik graag voor mijn verjaardag wil. Ik ben pas over heel lang jarig, maar ik wil het alvast heb gedaan hebben. Mijn vriendin moet toch nog even wat doen. En dan kunnen mijn vriendin zo naar mij toe. Anders kom ik wel naar haar toe als ik klaar ben. Nou, en dan kunnen we zo alles even goed doen. Hè? Zo. Nou. Hoppatee. Even verder, Hanne. Ik wil graag een LOL.
zo'n leuk LOL-diertje die helemaal vol zit met vacht en zo een, echt een soort van gezichtmaskertje op heeft. Dat wil ik heel graag. Ik wil ook nog dat ik een nieuwe LOL-baby heb. En ook zo'n man ervan. Zij was lekker aan het spelen en toen kwam Sira langs. Ga je nog even naar buiten, Sarah? Mama, ik zit nu even... Ja, na dit level. Oh, oh, ja. Oh, spring op, anders hapt hij je. Wat is het, dame? We hebben daarnet gegeten. En dan ook heel even met Sarah gegamed. Zij was naar douchen, dus toen ben ik de strijk gaan doen. Sarah doucht gewoon zelf. En nu ben ik alles aan het opruimen. Zijn de kasten zo weer lekker vol? Zo, lekker lichtje. Een flairtje. Zo, dat was alles van mij en Marco. En nu even nog... Oh, ik wil het licht uit doen. Ik ben zo gewend dat als het donker is dat er een lamp aan staat. Maar er staat geen lamp aan, het is gewoon de zon. Een heel lekker zonnetje zelfs. Het heeft er net heel even geregend. Het was ook voorspeld. Maar eigenlijk is het bijna gelijk daarna wel weer droog geworden. En dat was niet voorspeld, dus dat is mooi meegenomen. Dus misschien ga ik zo wel heel even in de tuin zitten editen of zo. Ja, het zal misschien wel weer koud zijn nu. Dus ik moet even kijken. Dan vind ik het iets minder lekker. Net voordat ik ging koken, was Sarah met Sira aan het spelen. En toen was het echt lekker. Toen dacht ik, nou, ik ga in de tuin zitten. Echt in 2 minuten. Zo, flik me nou. Het trok het helemaal. Geen zon. Het regenen. Dat ik dacht, nee. Dit vind ik niet leuk. Dus ik had echt heel veel pech. Maar goed, verder ben ik aan het tandjes. Ik hoor de tandenborstel uit. Dan kan ze zo lekker gaan slapen. In ieder geval, poging tot. Ik ben net gelijk achter de laptop gegaan. Eén vlog gedaan, één nog te doen. Oh, en ik moet het echt vandaag nou eens een keer gaan doen, want anders blijf ik achterlopen. Ja, op zich valt mee. Ik lig er één achter, dus het is te doen. Maar toch. Oh. Ik heb nu al geen zin. Elke keer na één heb ik gewoon geen zin meer. Dat heb ik trouwens pas niet verteld. Want ik wist ook nog niet hoe of wat en ik had het druk toen. Maar ik had met Sarah kleding uitgezocht bij de River Island. En die moest dus bezorgd zijn door DPD. Maar die was niet bezorgd. Dat was vorige week trouwens, tijdens de Vierdaagse. We waren toen ook aan het lopen. Maar DPD heeft wel vaker een tik om gewoon dingen te dumpen, terwijl dat eigenlijk niet gaat. Dus ik bij de buren alles gekeken, maar niet kunnen vinden. En contact opgenomen met de River Island, maar die kunnen het ook niet traceren. Dus ik heb net een nieuwe bestelling gedaan. Alleen nadeel is dat het helemaal uit Engeland komt, dus het duurt weer meer dan een week. Dus daar baal ik wel van. Maar goed, het komt wanneer het komt. En ze had één pak, die wilde ze heel graag. Dat is deze. Nou, die is nu uitverkocht in de maat. En nog iets, dus de bestelling is wel anders geworden. Die wilde ze heel graag. Het had ook een andere top, maar die was toen we gingen bestellen ook al uitverkocht. Dus ik heb wel een beetje pech. Want heel veel dingen die ze wilde, die zijn dus nu weg. Dus ja. Maar goed, ik heb het wel goed kunnen vangen. We hebben natuurlijk die wishlist. En ik had net die mail gekregen dat het pakket vergoed wordt omdat het niet is aangekomen. Dus ik heb gelijk een nieuwe bestelling gedaan. En er zat ook ondergoed in, want ze hebben daar setjes die zij dus heel fijn vindt. Die heb ik dus ook allemaal besteld. Dus nu hopen dat het binnenkort nu wel binnenkomt. En dan, hebben we dat. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Ik ga op tijd naar bed. Ik denk, ik voel me iets wat moeiger. Ik denk, ik ga niet rekken. Want dan ben ik over 5 minuten weer overheen. En dan bedenk ik me, en dat voelt niet de planning. Ik denk gelijk zeggen, oké, moe, bed. En het is 11:15, dus prestatie. Dus ik ga jullie snel bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!